Welkom, mijn naam is Sid Lucassen. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Café Weltschmerz. En ditmaal met de meest controversiële politicus uit de vorige kabinetsperiode, namelijk Eibeltje Berkmoes. Eibeltje, wat fantastisch dat je te gast bent bij ons. Nou, je bent sinds een paar maanden gestopt met de politiek. Hoe is het jou sindsdien vergaan? Nou, ik heb een heel prettig leven nu. Op de dinsdag gisteren hoorde ik weer dat het mondelinge vragenuurtje was geweest. En dat ging dan over geen stijl en billen. En ik dacht van, oh wat heerlijk! Dat hoef ik dus allemaal niet mee te maken. Ik kan me tot de essentie beperken. Dus ik ben aan het reflecteren en ik ben mijn memoires aan het schrijven. Je memoires aan het schrijven? Ja. Hoe? Nou, ik kan me voorstellen dat sommige mensen al een beetje beginnen te zweten als ze dat horen. Nou, het wordt een dun boekje hoor. Oké. Okay. Dus echt bij deze tijdsgeest aangesneden. Of eigenlijk is het misschien wel een belediging aan jezelf. Dat je leven zo flinterdun is dat het in een boekje is op te sommen. Nee, ik heb altijd Marga Menko als voorbeeld. Dat was dat hele dunne boekje wat je dan op je lijst kon zetten. Maar dat was het meest ingewikkelde boekje. Oh. Dus in die beschenking zei zich de meester. Ja, ja. Dus dat had ik meer als voorbeeld. Dat ik denk van, eigenlijk kan je alles schrappen. En als dan blijft alleen de essentie over. Dus dat duurt langer misschien dan een dik boek. Maar ik dacht, het is misschien is goed om mijn verhaal op papier te zetten. Ja. En om dat gewoon te vertellen. Ja. Als je de politiek ingaat vanuit een achtergrond die ik heb, ben gewoon een hele normale, uit een normaal Nederlands gezin kom ik. Ja. Waar je dan in verzeild raakt en hoe je daar dan weer uitrolt. Heb je er spijt van dat je de politiek in bent gegaan? Nee, absoluut niet. Nee, ik ben daar heel bewust ingestapt, maar wel met de gedachte van ik wil het allemaal heel bewust meemaken en ik wil ook beperkt concessies doen en dicht bij mezelf proberen te blijven. En dat is dus denk ik wel de grootste uitdaging als je in de politiek gaat. Omdat je dan in een soort machinerie komt waarvan je dan aanvankelijk nog het idee hebt van ik kan dat van binnenuit misschien een klein beetje toch een beetje bijsturen of wat meer invloed uitoefenen. En dan word je ingehaald door de gekte van de dag. Mm. Dus het is wel heel goed om dat te verwerken en om daar stil bij te blijven staan. Maar zo heb ik in verschillende werelden gezeten. Dus ik vind het eigenlijk heel fascinerend hoe al die ervaringen dan op elkaar kunnen ingrijpen. En daar moet gewoon iets moois uitkomen. Maar het is nu tijd om een keer strakjes dan mijn verhaal te vertellen. En dat haakt ook wel in, want ik heb jouw boek natuurlijk gelezen. Er komen heel veel dingen terug wat eigenlijk in de theorie in jouw boek worden beschreven. Dat ik van, ja, heb ik al meegemaakt. Dus bij wijze van spreken wat in mijn boek straks terugkomt, waar ik nog niet te veel over ga uitweiden uiteraard. Je hebt me wel heel nieuwsgierig gemaakt, Eibeltje. Nou, je zou zo het voorwoord kunnen schrijven. Ja, ik vond het ook opmerkelijk dat jij mij ook aansprak. En ook zei van, jou Sid, ik ben nu jouw boek aan het lezen en ik vind er zoveel dingen die flashbacks aan je eigen... Moet je zien wat een briefje zit hier ook allemaal. Dat je er flashbacks voor kreeg aan je eigen politieke leven. Dat vond ik nog een... Nou, geef eens een voorbeeldje dan, want jij zegt ik word aan dingen herinnerd en zo. Nou, je geeft op een gegeven moment aan van... Ik heb hier dan wat neergezet over Jesse Klaver, hè, die personificatie van een leider. En dan die meet-ups. Dus dat beeld wat ontstaat rond een politieke partij. En dat je niet meer precies weet van waar stond GroenLinks nou ook alweer voor. Maar dat iedereen helemaal happy in zo'n meet-up zit... En de leider aanbidt. Weet je, dat is gewoon zo apart. En dat soort dingen komen terug in jouw boek. En ik ben altijd heel erg van de dagelijkse praktijk en vanuit eigen ervaring vertellen. Maar dat is heel goed terug te voeren op theorieën die er natuurlijk overal zijn. En daar heb je mensen voor nodig zoals jij die dat allemaal helemaal uitdokteren jarenlang. En in zo'n heel dik boek dat opschrijven. Ik zou het echt niet kunnen, dus bewonderenswaardig. Maar ja, ik bewonder altijd datgene wat ik zelf niet kan, zal ik maar zeggen. Ja. Dus ik vind het gewoon heel tof om dat dan te lezen wat ik heb meegemaakt. Een ontwikkeling ook in de politiek, zeker de afgelopen jaren. Want het is behoorlijk wat veranderd. We zitten echt in een overgangsperiode.
Dat je dan in 2012 al besluit om zo'n boek te schrijven, om dat te gaan onderzoeken. Dus het is ook een hele boeiende periode waarin dit dan is geschreven. Zeer actueel. Dus zoals ik al zei, je zou zo het voorwoord kunnen schrijven. Misschien wil je dat ook wel. Dus. Maar dat komt er al. Nou, moet ik het zelf eerst lezen. Maar ik sta ik sta niet afwijzend tegenover. Ik vind het wel interessant. Ik wil jouw levensverhaal wel helemaal lezen. Maar dan krijgen we ook jouw ervaring op de schietclub. Krijgen we ook een inzage in. Hè? Die enorme beker die ik heb gewonnen. Met het schieten? Ja. Ja? Ja, maar weet je hoe dat... Je weet het verhaal erachter, hè? Ja, de kijker weet natuurlijk niks. Nee, nou, voor mij is het zelf ook een beetje vaag, want ik heb een jaar geleden je dat verteld. Nou, ik zit dus echt in een mannengezin. Ik bedoel, ik heb twee zoons en een man. En dat zijn echt van die mannen. Ja. Dus dan wil je wat als gezin doen. Dus ik ben de enige vrouw in het gezin. Dus we gingen een gezinsactiviteit doen en we gingen op schieten. En ik woon dus in Den Helder en daar heb je een hele mooie schietclub. Nog van, dus heel veel oud-marine mensen zitten daarop. Dus ik ook mee. En dat is best gaaf eigenlijk, schieten. Ja. Want het is een soort meditatie, wat je met je ademhaling doet. En waarbij je gewoon echt moet ontspannen om raak te kunnen schieten. En ik ben een ballet, ik heb altijd op ballet gezeten. Yoga, dat soort dingen, dat vind ik leuk. Maar dat schieten, dat is dus op een hele andere manier ook die concentratie in jezelf vinden. Die stilte in jezelf. En dan heb je die ontlading. Ja. En toch is het leuk als je dan raak schiet. Heb je dan het idee dat het misschien een beetje taboe is voor vrouwen om ervoor uit te komen? Omdat ze toch een beetje masculien en een beetje, dat riekt een beetje naar geweld. Dat vrouwen zich misschien toch wel juist empowered voelen. Ook door het hebben van een wapen of het kunnen gebruiken van een wapen. Nee, ja, nou, maar in mijn gezin en waar ik woon is dat heel normaal. Dus ja. Mijn man die had laatst een nieuw pistool, een Glock of zo, ik weet niet precies hoe dat allemaal heet. En ik ben geen lid meer van de schietclub, hè, want ik heb het een jaar... Ja, wat? Nou, ik heb het een jaar gedaan, maar ik vond ballet toch leuker, zeg maar. Okay. Dus ik ben nu bezig om één slaapkamer verbouw ik dan als balletstudio. Dus je doet nu weer ballet? Nee, ik begin dus nu, hè, doe. Ja. Maar je bent toch ballerina eigenlijk? Nee, nou, ik heb de opleiding gedaan, maar ik ben voortijdig gestopt. Dat komt ook allemaal in mijn boek. Nou, dan ga ik zeker overleven. Maar ja. ik ben dus loop niet zo warm voor de schietsport als ik destijds voor ballet liep. Dus ik ben een beetje afgehaakt van de schietsport, omdat je dan echt wel heel netjes al elke keer moet komen. Maar het sociale leven daarbij is ook dat je daarna aan de bar nog eventjes gezellig kletst met iedereen. Ja. En daar ben ik nooit zo goed in. Maar dat vind ik wel interessant dat je dat nou zegt, Eibeltje. Maar bij de politiek was ik ook niet zo gezellig. Daar ga ik even op in, want ik hoor jou hier nu letterlijk zeggen. Ja, met dat schietclub, we moesten aan de bar hangen en we moesten een beetje ons bezatten. En dan zag ik helemaal niet zitten, want zo ben ik niet. Maar op de verkiezingsavond, Eibeltje, toen jij werd geïnterviewd, heb ik naar geluisterd. En heb je nog gezegd van wij liberalen, weet je, soms hebben we verschillen van mening. Maar dan is er altijd een goed glas wijn en dan klinkt het glas en dan komen we er toch altijd weer uit. Ja, maar dat was ook een beetje een grapje. Want als er iemand is die vrijwel nooit naar een bol gaat of dat soort bijeenkomsten, dan ben ik het wel. Ik hou niet van dat ontspannen, een beetje netwerken. Beetje, en dat mensen beetje geforceerd, gezellig, conviviale. Ja, en dat mensen over je schouder alvast naar de volgende kijken die ze ook nog moeten spreken. Dus ik moet echt dat wel... Dat is echt netwerken en borrelen. Ja. En ik voel me er altijd een beetje ongemakkelijk in. Ja. Dus ik moet altijd een doel hebben als ik ergens naartoe ga. En ik ben dus ook niet zo'n koffiedrinker, wat dan op het dorp bij ons misschien wat meer gepast is. Dus ja, ik ben altijd een beetje vreemde eend in de bijt. Maar daarmee beperk ik mezelf misschien wel, maar daarmee blijf ik wel mezelf. Dan blijf je authentiek. Dus je bent meer een grondig iemand dat je liever even de tijd van iemand neemt dan even wat dieper door de dingen doorpraat. Ja. Maar was het nou ook in de politiek zo? Was dat nou juist voor jou een wat meer vluchtige wereld? Nou, als ik er echt bij had willen horen, dan had ik wel alle borrels af moeten lopen. En dat heb ik dus niet gedaan. Dus ik had ook nooit kunnen slagen. Dus je politieke carrière is gemaakt en gebroken op het bijhouden van borrels? Onder andere. Ja, je moet gewoon goed je informele contacten onderhouden. En bij mij moet het altijd ergens over gaan. Dat is misschien wel dan een handicap. Dus ik mag graag over een onderwerp praten. En dan alles ervan weten. Want er zijn zoveel ontzettend leuke, aardige mensen die van alles en nog wat weten. Dat vind ik heel interessant. Maar zo'n beetje zo iets blauw hiernaar met zo'n glas in je hand. Dat is nooit een van mijn grootste talenten geweest. Ja.
En ik denk ook niet meer dat het erin zit. Ik heb die halve eeuw nu aangetikt. Dus. Nou, en dan mag je ook wat meer jezelf Er zijn mensen die hem aantikken en die er erger van afkomen. Maar vertel eens even iets uit het boek dan. Want je wilde mij graag. Ik ben blij dat je erover wil praten. Ik was er verrast door. Maar wat zijn nou de dingen die jij zegt? Dat herken ik nu echt uit mijn politieke carrière. Waar ik er echt door. Wat ook de mensen een beetje door geschokt kunnen zijn of zo. Nou, de leegheid. De leegheid? Ja. De ondraaglijke leegheid die continueert. Waarvan je dan denkt van, in feite ben ik echt wel een liberaal die dus continu de bevestiging ziet dat we gewoon een hele kleine overheid nodig hebben. Want we houden een machinerie eigenlijk op gang die zo'n self-inflicting monster is, die zichzelf opeet, die elkaar bezighoudt, maar die voorbij gaat aan de essentie waarom je er bent. Als overheid ben je er om de bevolking te dienen. Moet je ondersteunend zijn aan datgene wat moet gebeuren. Moet je problemen oplossen. Dat verwachten mensen ook van ons. Als overheid zijnde. En wat doen we? We scheppen baantjes. We houden problemen in stand. We helpen niet de mensen die de hulp nodig hebben. We maken dingen complex die eigenlijk heel eenvoudig zijn. En dat is allemaal in het belang van mensen die daar weer hun baantje aan hebben. Dus ik geloof nu nog meer in een kleine overheid dat echt nodig is. Ja. Dat heb ik ervan geleerd. En dan schets jij in je boek de politiek en de taal en het beeld. Mm-hmm. Beeldcultuur, die drie eenheid die je dan overal terug ziet komen. En dat zie je eigenlijk in alle beschavingen op een gegeven moment ook terug zien komen. Ja. Dat ik denk van, dat is zo boeiend. Als je soms denkt van we leven nu in chaotische tijden, mm-hmm. dan is het heel prettig als je dat dus kunt herleiden aan die theorie van politiek, taal en beeld. En dan zie je welke taboes dan optreden en wat dan teneer wordt geslagen. Ja, prachtig. Dat vind ik gewoon heel mooi. En je ziet dan ook dat waar we nu in zitten, in die Nederlandse politiek, dat ook weer eindigend is. Mensen zijn toch weer op zoek naar bezieling, naar antwoorden, naar oorsprong. Dus dat het wel weer teruggaat naar van wat is nou de inhoud, waar gaat het nou eigenlijk om? Het gaat niet om het beeld. Of het gaat niet om een soundbite. Maar hoe die krachten op elkaar inspelen, hoe ik dat heb ervaren, ja, dat komt dan echt wel in mijn boek. Maar bijvoorbeeld die vraag van gisteren, dan geen stijl, hè? En Dumpert reed, ik had het nooit gezien. Ik heb vanochtend nog even gegoogeld op Dumpert. En ik zag daar allerlei hele goede stukjes op. En ik was eigenlijk op zoek naar die billen, maar die heb ik dus uiteindelijk niet gevonden. Want ik verzandde in een uitzending dat reporters, ze hadden zomaar mijn zoons kunnen zijn, dat die mee waren bij de ME, bij die rellen, dat Feyenoord geen kampioen is geworden. Okay. En dat was gewoon best wel goede journalistiek. Dus ik dacht van, weet je wel, wat is hier nou het probleem? En vervolgens zag ik een stukje van de politie die opsporing verzocht deed. Er was iemand in Eindhoven, was tegen zijn hoofd aangeschopt. Ja, de kopschopper. Ja. Ik dacht van, dit is gewoon best wel goed. Want mensen die hier naar kijken of die dan een vrouw die dan net de tram mist. Die keihard rent om die nog die tram te halen. Ja. Dat is dan heel grappig of zo. Ja. Maar er zitten ook serieuze dingen in. Ik dacht van ja, als iedereen overal een paar minuutjes op klikt, dan krijgen ze toch wat informatie mee. Maar die billen die kon ik dus niet vinden. Dus dan moet ik nog even dan navragen waar dat dan precies staat. Maar ik dacht wel van, die ophef die wij dus hebben, is dat we heel veilig in onze eigen bubbel, in onze Haagse bubbel in dit geval. De kaastolp, de Haagse kaastolp. Ja, maar iedereen zit in een bubbel. Hè. Ik bedoel, jij zit ook in een bubbel, ik zit in een bubbel. En deze bubbels komen even samen dan. Misschien is Café Welsmers is ook een bubbel. Nou, ik denk het niet. Want om te kunnen constateren dat iedereen in een bubbel zit, moet je wel over de grens van je eigen bubbel kunnen heen kijken. Ja, maar zodra je uit je eigen bubbel komt, dan kom je in aanraking met een andere bubbel. En soms vinden bubbels het niet zo leuk. Dan krijg je zo'n bubbelconflict. Ja, de culture wars. Wat jij nu omschrijft, dat is gewoon een soort term voor culture wars. Ja, maar die wars. Culture wars heb je dus overal, aan elke tafel. Ja, maar wat ik interessant... Maar wat ik wilde zeggen was dat de beperktheid en de ondraaglijke leegheid dat je dan als vraag hebt na het reces, waar er ongelooflijk veel is gebeurd in het meireces. Ik ben uit de partij gestapt, ik ben geen lid meer. Oh. We hebben Henri Keizer, dat wist je dus, nu komt zo wel. Henri Keizer hebben we gehad. Ik denk, er zijn best wel hele grote elementen. En op de dinsdag, wat vragen ze dan aan Zijlstra? Wat vindt u van de boycott van Geen Stijl? Wie vroeg dat? De parlementaire pers. Terwijl ik zou zeggen van, er zijn wel even heel andere vragen die nu gesteld moeten worden. Maar oké,
Dus die leegheid die wordt ook gefaciliteerd door zowel de media, maar die laten ze ook leiden door de politiek. Denk ik dan. Wat ik me afvraag, jij zegt enerzijds mensen heel erg op zoek naar de inhoud, maar anderzijds zijn er ook taboe. Dus hoewel ze op zoek zijn naar de onderste steen boven en ze echt in de diepte in te voeren, als ik jou vind, komen ze toch onderweg taboe steken waar dan niet mag worden aangeraakt. Ja, want dat kan link zijn. Nou, neem Hans Teeuwen. Die gaat niet meer kritisch zijn op de islam. Heeft hij gezegd. Oh. Onlangs in een interview van met Wierd Duk. Wierd Duk die ging een aantal mensen langs. Waaronder, hij kwam dus bij Hans Teeuwen terecht, cabaretier. Enorm geestig die Hans Teeuwen, vind ik altijd. En die kan het goed zeggen altijd. Maar die heeft dus zelf gezegd van niet ten koste meer van alles. Nou. En dan zie je dus dat zelfs iemand als Hans Teeuwen, weet je wel, de held. Ja, die gaat gewoon inbinden. Want je kan ervoor met je leven moeten betalen. Nou, kijk maar naar Fortuyn. Volkert heeft uiteindelijk gewoon gewonnen. Ja. Laten we wel weten. We kunnen Fortuyn wel denken, maar Volkert heeft gewoon gewonnen. Die zit gewoon tomatensapjes te drinken en marathonnetjes te rennen. En wat is er voor Pim Fortuyn teruggekomen? Ja, nou, de PVV die zit al jaren in een cordon sanitair. De problemen waar hij zijn misschien meer bespreekbaar geworden, maar tegelijkertijd ook weer niet. Want wat je zelf zegt, taboes en zo. En baan. Maar je ziet dus mensen nu hun hoofd buigen. Ja. Maar we moeten ons toch ergens druk om maken. Maar dan en dan creëren wij ons eigen veilige speelveld. Ja. Die markeren we af. En dan hebben we het over geen stijl. Ja, maar dat is juist een goed punt dan wel. Dat denk ik dus inderdaad dat we dan wel een goed punt te pakken hebben, Eibeltje. Want we zijn, Pim Fortuyn heeft dingen bespreekbaar gemaakt, maar uiteindelijk de instituties hebben er niet echt wat mee gedaan. Dus op straat is men erover gaan spreken, maar niet in de instituties. Er is eigenlijk alles een beetje doorgekabbeld. Hij sloeg een barst in de Haagse kaarsstol, maar die Haagse kaarsstol die is gerepareerd, gelijmd. En wat er toen is gebeurd is eigenlijk nu dat hele gedoe en mensen demoniseren. Want hij zei toen al, toen hij bij Jensen was, zei hij al, ik word gedemoniseerd. Maar nu, dat demoniseren gebeurt nu toch ook weer. Dus door de pers en zo, dat geen stelverhaal. Ook mensen, no platforming. Ja. Dus vernietig je inkomensstromen, ik ga je werkgever opbellen. Ik ga jouw klanten bellen en zorg dat ze niet meer bij jou adverteren. Maar dat is toch krankjoren, want dan we grijpen elkaar naar de keel. Weet je, heel half blank Nederland intellectueel grijpt elkaar naar de keel. Terwijl ik denk van, hallo, daar gaat het helemaal niet om. Wat zijn nou de problemen van dit land? Weet je, dus dat vind ik zo jammer. En dat bedoel ik een beetje met de leegte, dat je voorbij gaat aan de essentie. En dat er een oppervlakkigheid is, wat dan in zo'n plenaire zaal op het Binnenhof ten tonele wordt gevoerd. Dat denk ik van, er wordt gewoon een stukje opgevoerd. Maar onderhand zijn er hele grote problemen waar we voor staan. En zijn er heel veel grote problemen op te lossen. En ik hoop dat er gewoon een coalitie komt die problemen ook daadwerkelijk aan kan doen. Zijn de grote antwoorden. Oké, maar nu ga ik jou ter verantwoording roepen. Want ik zeg van, ik ben de kiezer. En dan kan ik zeggen, maar Eibeltje, jij hebt er ook 4 jaar verantwoordelijk voor gehad. Wat heb jij gedaan om die problemen Wat heb jij gedaan als Kamerlid om die problemen op te lossen? Nou, ik ben dus toegevoegd uiteindelijk, achteraf gezien, aan het stemvee. Ik kon gewoon aanschuiven. En als ik dus wat wilde inbrengen, waren er allerlei machinaties dingen wel of niet door te laten. Maar dat is wel iets anders dan wat je een jaar geleden zei. Ja, ik heb dus heel beperkt wat kunnen doen. Zeker op mijn eigen portefeuille heb ik wel wat kunnen doen. Maar dat is echt een niche. En in die niche heb ik wel wat kunnen betekenen voor mensen. Gelukkig. En uiteindelijk zijn dat de dak- en thuislozen. Daar ben ik op zich. Ja, daar kan je dan persoonlijk misschien dan voldoening uithalen. Ja, maar dan als het opdoek. Ik heb nu nog contact met dak- en thuislozen. Ja. Het is schrijnend om te zien dat wij daar zo weinig voor doen. En dat heeft allerlei redenen. Maar dat die problemen daadwerkelijk niet worden opgelost, terwijl ze helemaal niet zo moeilijk zijn. En dan schaam je toch een beetje als beschaafd land, denk ik. Want als je met je eigen mensen die in de goot liggen, als je die niet correct kan behandelen en daar een goede duurzame oplossing voor kan vinden, wat ben je dan nog waard? Waar gaat het dan om? Maar dat heeft allemaal met politieke spelletjes te maken, waardoor dat soort problemen dan misschien niet heel goed worden aangepakt. Maar het feit dat een liberaal zoals ik, conservatief, een verhaal kan houden voor dak- en thuislozen in verkiezingstijd. En dat dan alle parlementariërs daarvoor worden uitgenodigd door die dak- en thuislozen, althans door die organisatie. En dat ik dan uiteindelijk de enige parlementariër ben die voor zo'n zaal staat te spreken. En die met die mensen gaat eten.
Jezus. Dat wil maar zeggen dat die onderkant van de samenleving... Ja, daar zitten geen mooie baantjes dan niet. De onderkant van die samenleving, daar zit niet het electoraat. Nee, precies. En ook niet de mooie baantjes. Die zijn allemaal bij de Unilevers en de Shells en ga zo maar door. Ja, en de Heinekens en de Heins, noem het allemaal op en zo. Ja, maar die mensen hebben echte problemen. Weet je, toen dacht ik van... Ja. Ja, ik is gewoon godgeklaagd gewoon. Ja. Wel de mond vol. Maar echt, iedereen haakte af, hè. Van alle politieke partijen die waren uitgenodigd die daar hun profiel op hebben. Dus zelfs de echte linkse partijen? Ja. Nou, ik was de enige. Een VVD'er. Ja. 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 Ja, nou ja. Bewijs maar weer. Het leven is sterker dan de leer. Ja. Ja. Nou ja, dan denk ik fatsoen, dat zit gewoon in de mens. En het maakt in feite niet uit wat je doet, want ik heb verschillende banen gehad. Die praten het altijd over de gemarginaliseerden. En dan komt er een punt dat je echt voor daklozen wat mag doen en dan ben je er gewoon niet. Weet je wel? Dat ja. Is... Ja, want het is verkiezingstijd en er moet gewoon gewonnen worden. Ja. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de macht. Dat is altijd zo. Maar het is goed als je door omstandigheden dakloos wordt. Want er zijn heel veel nieuwe daklozen. Het is goed als je door omstandigheden dakloos wordt. Het is goed dat je gehoord wordt en gezien wordt. En dat je ergens kan aankloppen. Ja, dat is precies het boek. Dan heb je het over Roze Avalon. Dus dan ga je het over zichtbaarheid, proximity. Ja, en dan heb je het gevoel... En dan weten mensen ook wel dat het heel erg moeilijk is. Maar je hebt het gevoel dat je wordt gezien en dat iemand voor je opstaat. Want zeker als je dus dakloos bent in Nederland, dan heb je een extra handicap. Als je bij een loket bij de gemeente aankomt, want je wordt per definitie niet voor 100% aangezien. Dus al heb je een IQ van 140, dat boeit niet. Je bent dakloos, dus je bent dom. En je wordt zodanig behandeld. En er is echt die uitzondering heb je wel. Dat je af en toe eens een ambtenaar hebt die daar doorheen fietst. En die dan op zijn evaluatiegesprek te horen krijgt van... ja, je hebt het niet helemaal volgens de regels gedaan, maar oké, je mag door. Maar die heeft dan bijvoorbeeld 20 man geholpen. Ja, maar precies. Maar al die mensen die hebben misschien helemaal niet de vaardigheden... om te navigeren in die bureaucratische doolhoven. Maar die moeten wel allemaal formuliertjes en formaliteiten af. Je moet gewoon best en anders kom je ergens op een dood spoor te zitten of zo. Nou, je moet dus gewoon heel slim zijn om überhaupt als dakloze weer onderdak te kunnen vinden. Ja. Om in dat complexe doolhoven. Of wat wij voor elkaar hebben opgeworpen. Maar dat is sowieso als je in Nederland als mensen aan je kunnen verdienen, dan is het sowieso lastig om uit die rol te komen. Want wij houden natuurlijk van slachtoffers. Dus als je een slachtofferstatus hebt, dan ben je tenminste ook wat. Dan heb je ook een identiteit. Sociale werkbedrijf, hè? Dus alles wat erop zit qua management verdient meer dan dat de mensen eigenlijk zelf verdienen. Die ik moet zeggen, bij de sociale werkbedrijven, die CEO's, die waren goud. CEO's? Ja. De mensen die dus altijd hun vaste job hebben gehad bij werken. Ja. Daarom is dat ook beëindigd. Want die hadden een fantastisch CAO. Daar wil je nooit meer weg. Nee, precies. Dus die hadden zoiets van, nou, ik doe op de IQ-test misschien eventjes... Maar ook dat de totale overheid die erop zat uiteindelijk ook meer ging kosten. Dan. Ja. Maar nog even terug naar het punt, hè? Ja, blader ik ook nog even door dat boek, want ik heb nog... het is gewoon vol interessante dingen. Ja, die geen stijl, dat hebben we. Dat vond ik dan actueel. Ja, dat hebben we. Narcissus en Goldmund, heb je dat gelezen, dat boek? Narcissus en Goldmund? Herman Hesse, ik heb wel Steppenwolf gelezen. Oké, dat kwam bij me op dat ik dacht van dat selfie gebeuren van tegenwoordig. Ja. Iedereen heeft een selfie. En in Narcissus en Goldmund, dan ziet hij zijn evenbeeld in het meer. Ja. Dan wordt hij verliefd op zichzelf, weet je wel. Ja, de narcisme. En toen dacht ik van, nothing has changed. Dus die lijnen zijn altijd hetzelfde. Mm-hmm. Dat vind ik dan zo mooi. Dus ik heb continu allemaal van die vreugdekreet hier. Je hebt veel aantekeningen, leesaantekeningen. Ja, Hellebeck bijvoorbeeld. Ja, Hellebeck, ja. Heb je daar ook boeken van gelezen? Bijzonder interessante man. Ja. En ik heb, dat deed me herinneren aan een tweet die ik laatst heb becommentarieerd. Ja. En dat was een filmpje van een imam uit de Islamitische Staat. Ja. Ja, wat die man zei, er lusten de honden geen brood van. en toen heb ik ook gezegd van deze meneer die zou hier worden opgepakt als zijnde verwarde persoon. die krijgt meteen alle hulp in de En daar wordt hij gezien als een heilige. Ja. Ja. Dat wil maar weer zeggen. Ja. Dus de beelden die wij hebben en hoe wij iemand beoordelen.
Kijk, en Hellebeck die wordt zelf ook beschuldigd van alles en nog wat. Ja, apart. Vind ik heel apart. Maar zolang wij een beetje in onze eigen enclave hier een beetje elkaar naar de keel grijpen, ja, dat is niet slim. Dat vind ik dus niet slim. Ja. En ik ben, bedoel, niet met heel veel ervaring in die Tweede Kamer terechtgekomen, maar ik denk dat het heel erg belangrijk is geweest dat ik me altijd over heb verwonderd. Ja. En ik heb dus heel veel materie verzameld om dat gewoon ook te blijven doen. En ik denk dat het goed is dat we alles overal een beetje een question mark achter zetten. Ben je nou zelf ook tegen taboes aangelopen? Want je zegt, ik wil zelf al een vraagteken achter zetten. Ja, nou, het taboe was zelf een taboe. Wat is het taboe wat een taboe is? Ja. Want als je overal een vraagteken achter wil zetten, dan kun je ook de vinger onder elk taboe leggen. Het was iets een taboe noemen. Ja. Dat was een taboe. Wat is dat voor een dubbeldenk? Dat is echt dubbeldenk. Nee, maar dat was meer van, op een gegeven moment dan denk je echt van, kan ik nog iets goed doen? Of weet je, ik heb natuurlijk steeds kleinere portefeuille gekregen. Waar kwam dat door? Dat kwam omdat ik niet in het regime meeging wat gewenst was. En dat ik had natuurlijk moeite om heel gepast antwoorden te geven en heel politiek correct te zijn. Dat zit niet echt in mijn aard. Nee, anders had ik je ook niet uitgenodigd. Nee. Ik heb geen zin in politiek correcte mensen. Dan hoef ik de tv maar aan te zetten en dan zie ik ze al. Maar gelukkig heb ik geen tv-abonnement. Ja, maar ik hoef dus. Ja, ik ben eigenlijk altijd in elke omstandigheid redelijk mezelf. Dat zeggen voornamelijk andere mensen. En dat houdt dus in dat ik niet politiek correct ben. En daar heb ik zelf geen last van, maar een ander wel. Ja. Dus als je mij dan zet in een fractie van 40 man, waarbij dan eigenlijk wordt verwacht dat je gewoon braaf meeknikt. Ja, hoe hou je alle kippen in het hok, hè? Ja. Dus, de kikkers in de kruiwagen. Dan ga je al snel, krijg je een portefeuille dat je wordt gemarginaliseerd en dat je niet meer in beeld komt. Dus ja, doe mensen hebben mij bijna nooit gezien. En als ik nou zeg van, ja, dat ik best wel braaf ben, vind ik. De grondwet die zegt gewoon, hè, dus een volksvertegenwoordiger spreekt eigenlijk zonder last of ruggespraak. Ja. Wat zeg jij dan vanuit jouw praktische ervaring? Dan zeg ik van, dan is er dus, dan kom je in aanraking met die fractiecratie die er is. En wat is een fractiecratie? Nou, wat ik eronder versta is dat je. Je bent namens een partij, kom je in de Tweede Kamer terecht. En in feite ben je gewoon een vertegenwoordiger van die partij. En wat je zelf dan vindt, dat doet er niet zoveel toe. Oh, en is het voor alle partijen zo? Ik kan alleen maar praten over de partij waar ik lid ben van geweest. Ik ben nooit van een andere partij lid geweest. Maar als je dus groot wil worden, en uiteindelijk als je veel van je standpunten wilt concretiseren, dan moet je groot worden, moet je voor de macht gaan. En dan moet je dus heel duidelijk dingen wel en dingen niet kunnen zeggen. Dus in zekere zin snap ik het ook wel, dat je een heel duidelijk verhaal moet hebben. Maar op een gegeven moment raak je een beetje los van je oorspronkelijke waarden. En de liberale waarden en het liberalisme, dat is toch echt wel mijn ding. Ik ben gewoon een liberaal in hart en nieren. En ik was misschien afhankelijk een beetje links, hè? Links-liberaal. En ik ben in andere onderwerpen ben ik rechts-liberaal. Maar hoe dan ook, ben ik liberaal. Mm-hmm. Ik kan er niks aan doen. Ik denk, zo ben ik geboren. Mm-hmm. Product van mijn opvoeding. Maar als je in zo'n machinerie van de politiek mee wil gaan in Nederland, dan moet je wel voegen naar het woord van de leider. En zeker als je in een coalitie zit, dan moet je helemaal op je tellen passen. Dus ik zit me nu al eigenlijk een beetje te verkneukelen om mensen van GroenLinks, die dus nu in de bankjes zitten. En stel, er komt een coalitie straks met GroenLinks. Ja. Nou, dat is best wel pittig. Want als je dus nog heel erg vurig in je idealen zit, en vanuit de inhoud die kamer in bent gegaan, dan moet je dus straks meningen gaan verkondigen waar je het misschien helemaal niet mee eens bent. Ja. Nou, dat is raar. Maar voor de bühne ga je dit. Ik kon dat niet. Ja. Weet je, ik kan niet goed liegen. Dus dat maakt me ook geen goede politicus, denk ik dan wel eens. Dus ja, dat. Niet machiavellistisch genoeg. Ja. In de negatieve zin van het woord. Ja, ja. En in zekere zin moet je ook wel je voegen, omdat je weet er is een hoger doel. En ik heb altijd gezegd van, nou, ik ben altijd heel loyaal en ik had ook een hoger doel. Maar op een gegeven moment houdt het ook een beetje op. Dus dan zie je dat je jezelf ook buiten de groep plaatst. En dat je jezelf een beetje gaat isoleren. Ik bedoel, ik had toch geen zin in die borrels. Maar op een gegeven moment had ik helemaal geen zin meer in die borrels natuurlijk. Maar dat maakt niet weg. En dan kom ik weer op van, uiteindelijk drinken ze dan toch met elkaar weer een wijntje. Precies, ja. Want kijk, het leven is niet alleen maar lijden.
Dat ik soms wel denk als ik onze uitzendingen zie. Nee, ja. Nee, het leven is niet alleen maar lijden. En ik ben dat eigenlijk helemaal niet. Want ik ben in inborst ben ik gewoon een heel vrolijk type mens. Positief. Ja. En ik heb ook behoefte aan om lekker te lachen. Ja. En om niet cynisch te zijn. En om gewoon te kunnen genieten van dingen. Dus, en mensen hebben altijd verschillende kanten. Het is maar net welke kant je aanraakt, welke kant je gaat zien. Mm-hmm. En zeker in zo'n hele aparte politieke omgeving. Maar had je nou het gevoel dat je dus meer dat je sommige aspecten van je persoonlijkheid moest verbergen of moest verhullen? Die werd niet op prijs gesteld als je dat zou tonen, nee. Maar dat is obvious natuurlijk. Dat is in elke job zo. Maar ik had dus de misvatting dat ik dacht van... In de politiek kan je mening verkondigen. Dus dan is er ook meer discours, meer, weet je wel? Dan kan je meer tot... Ja, in zo'n gesprek zoals wij hebben, kom je dus op een hoger plan. Omdat er dus intellectuele arbeid aan de basis ligt van het overtuigingsproces. Ja, en daar heb ik me op verkeken. Omdat het dus eigenlijk om beeldvorming en framing gaat. En van tevoren opgezette frames die steeds naar voren moeten worden gebracht. Ja. Omdat de zendtijd zo beperkt is en ook de informatieabsorptiecapaciteit van de ontvanger zo beperkt is. Want er zijn nog zoveel andere partijen, er zijn zoveel kanalen om naartoe te zappen. Ja, zo mooi als jij het kan zeggen, dat kan ik niet, maar zo is het wel. Zo is het echt. En ik snap het. En toch ben ik er niet in meegegaan. Omdat het mij gewoon geen fijn gevoel gaf om dat te doen. Want dan kon ik 's nachts niet slapen. Dat klinkt misschien allemaal heel onschuldig of heel naïef of zo. Maar ik heb dat wel zo ervaren. En ik dacht van, ik ga dat ook niet doen. Want uiteindelijk is het goed als mensen zoals ik in deze Tweede Kamer zitten. Er waren meer mensen bij andere partijen die dat ook zo voelden. Dus dat is mijn vraag. Dus ik zei, jij kan natuurlijk alleen praten over je eigen ervaring, maar de fractiecratie wat jij noemde, waar er eigenlijk ongekozen persvoorlichters en persverwoorders eigenlijk precies al bepalen wat de speelruimte is van het debat. Hè. Mensen die nooit ook maar één stem, nooit op een lijst gestaan hebben, die bepalen precies welke marge het debat zich kan bewegen. En dat noem jij fractiecratie. Maar jij zegt, nou, ik kan niet praten over andere mensen, maar nu zeg je, ik heb wel met anderen gepraat en die hebben dat ook zo ervaren. Ja, je hoort wel eens wat. Mensen komen wel eens naar je toe van... Wat heb je gehoord? Dat je dat dan doet. Nou, bijvoorbeeld bij de PvdA had je ook mensen die dan een beetje gemarginaliseerd werden. Maar ook een hele andere achtergrond hadden. Niet in die Haagse kaastop waren opgevoed, zou ik maar zeggen. Gewoon normale mensen die er gewoon heel nuchter tegen aankijken. Die ook zeiden van, het is toch een hele rare wereld. En ik denk dat heel veel mensen in Nederland dat idee ook hebben van... Nou, we zijn die lui in Den Haag mee bezig. Gewoon losgezongen van de werkelijkheid. En dat is niet zo. Want er zijn heel veel mensen die wel degelijk weten wat er plaatsvindt in Nederland. Maar je krijgt maar ten dele de mogelijkheid om dat ook werkelijk vast te pakken als politicus. Omdat je moet houden... Aan die fractiediscipline, die lijnen die worden uitgezet. En je hebt daar ten dele heb je daar invloed op. Ja. En als je dus lastig bent, heb je daar bijna helemaal geen invloed meer op. Ja. En ik heb dus ook bijvoorbeeld in de farmaceutische industrie gewerkt. En dan weet je, je hebt targets, je moet winst maken. Er zijn hele duidelijke redenen, maar niemand... doet daar moeilijk over, want dat is heel transparant hoe dat in elkaar zit. En dan accepteer je dat. En dan ga je dus, dat heb je ook beschreven, als hobby. Hè, zo is het bij mij begonnen. Denk ik van, nou, ik heb behoefte aan intellectuele verdieping. Ga je de politiek in. Hè, mensen die dan politiek als hobby doen, dat beschrijf je heel duidelijk in je boek. Ik dacht van, that's me, weet je wel. Maar dat doe je omdat je dan denkt van, nu kan ik voor mijn gemeenschap dingen gaan verbeteren. Ik deed dat uit idealisme. Maar er zijn heel veel mensen die met dezelfde beweegredenen, carrière-ideeën die politiek ingaan. En uiteindelijk komen die veel verder. Dus de idealisten die delven nu een beetje het onderspit ten opzichte van de carrière-politici. Die denken van, nou, dit is een mooie stap. Want waarom zouden anders hele intelligente mensen die wethouderschap hebben gedaan, die in bedrijven hebben gewerkt, zich tot... verlagen tot stemvee. Je zou een beetje kunnen zeggen, dus in die tijd van die verzuiling had je duidelijk socialistische, katholieke grondtonen. En dat het allemaal een beetje die ideologische inhoud, die dus een partij bijeenhield en die een beweging
levensbeschouwelijke coherentie gaf. Dat dat eigenlijk is opgelost en wat ervoor in de plaats is gekomen. Dus voor het postmoderne einde van de grote verhalen, toch ja, een beetje de politieke winkelaar die dus per deelonderwerp stemt of puur voor zijn portemonnee, hoeveel accijns, hoeveel belastingen. En dat dus die ideologische coherentie ruimte heeft gegeven voor eigenlijk ja, politiek die draait om baantjes, om vriendjes, om korte lijntjes met het bedrijfsleven. Dat alles veel relevanter is geworden dan het doorgronden van dat levensbeschouwelijke gedachtegoed, van die grondtonen, van die ideologie, van die principes en idealen. Ja, ja, en dan krijg je dus een bepaalde leegheid die ik dan ervaar of heb ervaren. Dat ik denk van ja, wat is dan het onderwerp nog als er geen inhoud meer is? En in hoeverre mag je dan nog van de politiek gaan verwachten dat de problemen worden opgelost? Want ik bemerk ook wel een zekere inflatie van het vak politiek. Dus die politicus heeft überhaupt niet meer de macht, niet meer de mogelijkheden om wat te doen. Wat is eigenlijk is het? Ja, maar dus eigenlijk de initiatief ligt niet meer bij de politiek, als ik jou ook, volg. Nou ja, dat is een idee die bij mij opkwam. Onder andere omdat ik dacht van kijk, in het verleden, de geschiedenis, zo, dat wordt ons op school geleerd van wat zijn de grote dingen die zijn gebeurd. Nou, dan krijg je de Tweede Wereldoorlog, het Stalinisme. Het zijn allemaal van die momenten waarin heel veel mensen aan hun einde zijn gekomen. Op voornamelijk gewelddadige wijze. Mm-hmm. En dat zijn dan de mijlpalen in de geschiedenis. Dat is allemaal dikke ellende. Ja. Maar tegelijkertijd waar je dan eigenlijk veel te weinig bij geschiedenis over leert op school, is de opkomst van de telefoon, het licht, grote ontdekkingen, reizen naar de maan. Internet. Technologiegeschiedenis. Ja. En uiteindelijk denk ik dat de oplossingen van die we nu zoeken, dat we die veel meer binnen de technologie gaan vinden. Dus toch een beetje technohedonisme. Jij een beetje hedonisme. Nou, ik denk dus dat die wereld gaat steeds sneller veranderen. Mensen die in steden wonen hebben mooie interacties met elkaar. Die vormen een gelegenheidswaai. Die komen tot oplossingen heel snel. De politiek die sukkelt er gewoon een beetje achteraan. Ja. Die zit gewoon nog steeds aan een haakwerkje. Terwijl iemand allang een supermachine heeft uitgevonden. Waarbij die haakwerkjes gewoon per seconde eruit komen. Maar dan, dat is precies het punt wat ik in dat boek heb duidelijk willen maken. Want die politiek, ja, dat is de inflatie. De burger heeft daar in theorie nog zeggenschap op. In theorie kan je daar nog gewoon een stem over uitbrengen. Maar als op een gegeven moment de macht verschuift naar allerlei WizKids met supercomputers. Precies weten waar u bent. Oh, daar gaat dat poortje voor u open. Oh, dat is wat u aan belastingen moet betalen. Oh, we hebben hier precies geregistreerd staan wat uw boodschappen zijn. Dat zijn bepaalde machtsconcentraties en techniekconcentraties en kennisconcentraties. Als zij zeggen, politiek, wij kunnen het allemaal veel sneller, veel efficiënter dan u. Dan ga je dus toe naar Dave Eggers en zijn boek The Circle. En dan zit je echt in technohedonisme. Dan zeg je van, ik geef mijn vrijheden maar deels op. Want die techniek kan het allemaal zoveel sneller, zoveel efficiënter. En hebben we zoveel minder problemen mee dan. Dat is voor mij zo gaat vloeiend en gemakkelijk. Dan geef ik mijn politieke burgerschap, mijn citoyen zijn, dat geef ik me op. Want die snelle jongens die kunnen het toch veel beter dan die oude politiek. Nee, zo zie ik het dus niet. Ik denk dat de politiek zoals we het nu kennen gaat verdwijnen. En dat met de kennis van de technologie, dat we dat heel goed zouden kunnen gebruiken om oplossingen te vinden voor problemen waar we voor staan. Doordat we heel snel allerlei informatie kunnen doorgronden en daar komen wat varianten uit aan oplossingen. Dus dat we heel goed die technologie kunnen gebruiken om de best mogelijke oplossingen te vinden in de wereld. Maar dat je nog steeds de ideologie nodig hebt, mm-hmm. De denkers, de filosofen. Ik denk dat die veel belangrijker gaan worden. De mensen die duiden, die de oorsprong van gedachten nog kunnen verwoorden en die op verschillende manieren informatie kunnen duiden, dat we daar veel meer behoefte aan hebben binnen de politiek dan nu het geval is. Mm. Dus dat het verhaal, iedereen hoor je over het hele verhaal vertellen, maar iedereen die zit een beetje in die snelle wereld, dat ze denken, ik moet er snel in mijn blauwe pakje, moet ik dat, dat verhaal kunnen vertellen. Nee, het gaat echt, mensen zijn echt... De elevator pitch. Ja, de elevator pitch. Nou, die gaat volgens mij verdwijnen. En mensen gaan echt wel de tijd nemen om eens na te denken van, hey, waar gaat het nou eigenlijk over? En dan heb je dus die data mining, wat mm-hmm. ik op zich heel interessant vind om de beste oplossingen te vinden voor problemen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld in de gezondheidszorg van IBM, die Watson computer. Dat is natuurlijk fantastisch dat iemand met een hartprobleem die heel zeldzaam is,
dat kan worden onderzocht wat dan de beste behandeling is voor die persoon. Dat is een winst. Ja. En dat kan je voor heel veel andere dingen ook toepassen. En daar heb je ook vertrouwen voor nodig, wat we dus helemaal niet meer hebben. Maar oké, die mogelijkheden zijn er en die gaan gewoon door in de lange lessen. Want iedereen maar gaat daar gebruik van maken. Maar uiteindelijk waar het op neerkomt is dat mensen dus gedachten, ideeën, oorsprongen, dingen kunnen duiden. Wetenschap hebben van wat er allemaal is gebeurd. Mm-hmm. Waar mensen totaal geen weet meer van hebben. Ja. Dat soort dingen gaat belangrijk worden. Maar dan gaat het geheugen belangrijk worden. Want je kan mensen wel meer informatie geven. Dat is het punt. Je kan mensen wel bombarderen onder informatie. Maar juist omdat we aan zoveel prikkels zijn kijk, meer informatie ontsluiten, dat is het punt niet. He, want we hebben geen drive meer. Geen impuls meer. Maar ik geloof dus niet in dat techno-hedonisme zoals jij dat Oké. Maar dus je kan wel meer informatie ontsluiten. Maar we hebben dus eigenlijk geen incentive meer. Geen stimulans meer om die informatie eigenlijk te laten bezinken. En eigenlijk tot een lange termijn kennis van tot om te slaan. Hè? Ja. Dus je kan wel meer informatie ontsluiten. Van jongens, leren ze over de maanlanding. Jongens, leren ze over de komst van de telefoon. En hoe snel dat allemaal tot de ICT-revolutie heeft geleid. Je kan daar wel meer informatie over ontsluiten. Maar je geeft mensen geen incentive om die kennis die je daar ontsluit te laten bezinken. En daar vervolgens lange termijn visies uit te distilleren. Ja. En wat je dus ziet, hè, want iedereen wordt overladen met informatie. Juist. En iedereen worstelt wat daarmee. Maar het lag niet in het lange termijn geheugen. We zitten nu in een soort periode van en dat chaos. Hoeft ook niet, want je kan het dag en nacht binnenkrijgen via je telefoon, via je laptop, via iPad en overal waar je bent. En waar heb je dan behoefte aan die overload? Dan heb je behoefte aan rust, stilte, bezinning. Ja. En dan komt, als je een half uurtje gewoon rustig een beetje zo voor je uit zit te staren, dan komt het antwoord gewoon vanzelf. Maar dat komt ook omdat je al die invloeden natuurlijk wel tot je hebt genomen. Mm-hmm. Maar ik denk in die chaotische, ogenschijnlijk chaotische periode waarin we zitten, dat wel gaat landen. Met alle nieuwe ontwikkelingen die er zijn, dat wel ten goede is. Ook voor de ontwikkeling van de mens. En dat daar hele goede oplossingen uit voort kunnen komen. Maar dat de duiding heel belangrijk is. En dat de nieuwe politicus gaat worden. Die duidt wat er gebeurt. Ja. En daarbij is het wel belangrijk dat die persoon ook wordt vertrouwd. En politici die worden niet vertrouwd. Dus die hebben sowieso een probleem. Ja. En je wordt niet vertrouwd omdat je een mooi verhaal houdt in verkiezingstijd. Vervolgens trek je terug op het Binnenhof in Nederland. En dan wordt er een coalitie gevormd en niemand herkent meer op wie die heeft gestemd. Nou, en dat draagt natuurlijk bij aan het niet vertrouwen. Maar dat moet wel telkens uitgelegd worden, hoe dat werkt. En anders moet op een andere manier die representatieve democratie, zoals je dat zegt, mm-hmm. moet op een andere manier vorm gaan krijgen. En dat is heel interessant gewoon. We gaan nu naar de afronding van het gesprek toe, Eibeltje. Heb je nou nog een laatste punt waarvan je zegt, ja, dat moet de kijker echt weten. Hè? Dit is de onthulling. Dit wil ik mensen nog op het hart drukken. Nou, dat mensen vooral gewoon lekker zichzelf moeten blijven. En nuchter moeten blijven. Gewoon dat die Nederlandse nuchterheid die gaat ons gewoon heel erg redden. En de meeste mensen die maken ze niet zo druk. Die zijn gewoon het gaat wel leiden tot een doorkabbelen van de continuïteit. Nee, maar we moeten niet naïef zijn. Moeten niet naïef zijn. Oké, nuchter, maar niet naïef. Niet naïef. En ook wel denken van, ik stem niet alleen maar af op SBS Shownieuws. Want zometeen dan alle politici zitten daarin. Maar dat je ook gewoon wel informatie tot je neemt. Dus denk ik, ga eens gewoon echt een boek lezen. Of ik ga eens echt wat andere dingen tot me nemen. En ook met mensen daarover praten. En niet meteen op de kast zitten als iemand wat beweert. Bijvoorbeeld zo'n woord als techno-hedonisme. Ja, dan zou ik, dat dan denk ik, daar krijg ik hele andere associaties bij. Dat is niet mijn woord, zou ik maar zeggen. Maar dan denk ik, wat heb ik dan wel? Maar dat vind ik wel leuk, want dan maak je wel wat los. Ja, Eibeltje. Dus het is goed om het discours gaande te houden. Hartstikke bedankt voor dit gesprek, Eibeltje. Graag gedaan.